Gevleugeld is de titel van de zomerexpositie 2014 op Kasteel Zwaluwenburg. Zo simpel als dit klinkt, zo breed blijkt dit thema bij nadere beschouwing. Want vleugels zijn niet voorbehouden aan vogels en engelen. Ook insecten, vliegtuigen en zelfs piano's komen in aanmerking. Even gevarieerd zijn de technieken waarvan 13 exposanten zich bedienen. Werken in olie en acrylverf, pastel en vetkrijt, aquarel, collages en fotografie sieren de wanden. Op de sokkels prijken objecten in keramiek, brons en plexiglas. Hoewel de galerie op Kasteel Zwaluwenburg al meer dan een halve eeuw lang de nadruk legt op herkenbaarheid en betaalbaarheid, toont Gevleugeld zeker niet uitsluitend traditionele stijlen. Een aantal kunstenaars is wel degelijk het experiment aangegaan, zowel in materiaalkeuze als vormgeving. Wie een gelikte galerie verwacht, is op de Zwaluwenburg aan het verkeerde adres. Het 18e-eeuwse buitenhuis maakt een iets wat verwaarloosde indruk. Onkruid in het grind, afbladderende verf, deels vermolmde kozijnen. Tegelijk verleent juist deze vergane glorie de expositieruimte een eigen charme. Prettige bijkomstigheid is de ligging. Te midden van het bos en de weilanden tussen Elburg, het Harde en Oldebroek en toch vlakbij de A28. Op het gelijknamig landgoed Zwaluwenburg heeft het Gelders landschap verschillende wandelroutes uitgezet. Die voeren niet alleen langs het 18e-eeuwse buitenhuis, maar ook door de botanische tuinen van Alfred Vogel. De groepsexpositie Gevleugeld, werken van Andries van der Beek, Freek van den Berg, Hans Brinks, Elt de Boer, Rob den Boer, Corina Korvers, Wilma Meijerink, Wilma Hoebe, Nelleke Ponsteen, Harm Visser, Marion Williams van Emden en Irma Wisman. Te zien van 24 mei tot en met 13 september, op dinsdag tot en met zondag, van 2 tot 5 uur.